Het was een hectisch weekje, Armand Salomon, bij Feyenoord Basketbal. Ja, dat is natuurlijk niet wat we wilden. Voor niemand. En je wilde het niet voor Richard en Os. Je wilde het niet voor de club. Je wilde het niet voor de spelers. Uiteindelijk hebben Richard en ik samen op een gegeven moment gezeten en gezegd, joh, hoe gaan we verder? En toen zei Richard zelf, ja, ik denk niet dat ik er nog meer uit kan halen. En toen is het besluit genomen. Valt er wel meer uit te halen dan nu? Nou ja, het feit dat Richard dat zelf aangeeft, hè, dat hij zegt, joh, ik geloof eigenlijk, vanaf het begin hebben we gezegd, we hebben kwaliteit van spelers, we hebben geen plezier kunnen maken omdat er veel blessures waren. Ik denk dat de combinatie van nu weer plezier terugbrengen, gelukkig kan ik gaan bouwen samen met de assistenten nu aan een laatste deel van het seizoen. Waarin we als het goed is weer helemaal compleet zijn, nou ja, dan gaan we gewoon plezier terugkrijgen. En daar begint alles. En natuurlijk frustratie als je wedstrijden verliest. Ik denk dat het alleen maar eventjes nu beter kan worden. En daar kan Richard niks aan doen. Het is gewoon de omstandigheid geweest waar we mee te maken hadden. En hopelijk hebben we nu wat betere tijden. Was het moeilijk om een opvolger te vinden? Nou, we hebben nog geen opvolger. Dus nee, wij gaan nu met elkaar een profiel opstellen voor het volgende seizoen. We hebben in ieder geval afgesproken dat wij het seizoen gaan afmaken. Je praat over 6-7 weken, 10 wedstrijden. Die gaan we afmaken met de huidige staf. En dat betekent dat Jan en Carlo daar een hele belangrijke rol in krijgen. Ik zal iets dichter tegen het team aan gaan schuren om samen met de twee andere heren ervoor te zorgen dat we die 6 weken kunnen invullen. 10 wedstrijden en hopelijk dat we nog kunnen verrassen op sommige momenten. En in die tijd gaan wij proberen om een opvolger te gaan vinden. En als hij het heel goed doet, dan mag hij blijven. Nou, je bent... Nee. Nee, dat is het thema. Kijk, Jan heeft niet het profiel van een hoofdcoach. En dat weet hij ook. En daar hebben we ook over gesproken. Ik denk dat hij het heel goed doet. En dat geldt ook voor Carlo. We zijn blij met hun inbreng. Maar wij willen echt wel een goed profiel neerleggen voor de hoofdcoach van volgend jaar. En dan gaan we ook op zoek naar ervaring. En we gaan op zoek naar iemand die ook, hopelijk... Zeg maar de standing die we bij Feyenoord vinden passen, dat we die ook waar kunnen maken. Hij heeft wel het hoofd van een hoofdcoach bij Feyenoord. Dat weet ik niet. Jij doet uitspraken over het uiterlijk. Nou, wij kijken naar vooral hoe de mensen werken. En wat Jaap Stam! Ja, ik snap wat je zegt. Ja, ik weet niet of Jaap Stam misschien ook hier nog even toe kan komen staan. En Jan aan de overkant. Maar ze zitten hebben ook allebei in J. Dus het is, en ze zitten allebei JS. Dus dat merk ik nu op. Dus, helemaal goed. Even over het seizoen tot nu toe van Feyenoord basketbal. Is niet helemaal ervan, ja, wat je ervan verwacht, denk ik? Nee, zeker niet. We hebben denk ik de voorgaande 4 jaren hebben we wat neergezet. Dat zit aan de organisatiekant, dat zit de kant van de club, de stap naar Feyenoord. Ja, dan hoop je dat je een vervolg eraan kan geven. En nogmaals, door allerlei omstandigheden is dat gewoon niet gelukt. En moeten we nu eigenlijk gaan knokken voor de play-offs. Dus wat ik net ook tegen de jongens zei. We gaan in 6 weken, 7 weken gaan wij eigenlijk een seizoen opnieuw neerzetten. 2 weken om ons helemaal klaar te maken voor die laatste resterende 4 weken. En gaan we toch nog kijken wat we eruit kunnen halen. Weet je, als we 1 of 2 keer nog kunnen verrassen. Dan denk ik dat we het tot het einde van het seizoen heel goed gaan doen. Doen 10 ploegen mee in de Eredivisie. 8 daarvan halen maar liefst de play-offs. Dan zou je zeggen, dat is toch niet zo heel erg moeilijk om die play-offs te halen? Normaal gesproken niet. Nee. Ja, dat is, ik kan dat niet ontkennen wat jij zegt. Dus het zou een teleurstelling zijn als we het niet halen. Ook omdat je vorig jaar natuurlijk de laatste 4 haalde. Dat was eigenlijk even boven de stand geleefd. Hè? Dus nu gewoon weer bij de laatste 8 komen. Ja, precies. Maar ik vind wel dat wij de ambitie moeten hebben om boven onze stand geleefd. Natuurlijk, hè, want niemand had het verwacht. Maar er zat wel een progressie in de afgelopen jaren. En ik denk laten we dit dan even als een tussenjaar beschouwen. Maar dat wij gewoon ons best moeten doen om in ieder geval zo snel mogelijk weer aan te haken bij de top. Zoals we dat vorig jaar hebben gezegd en hebben gewild. Ik vind nogmaals dat je als je onder de vlag van Feyenoord acteert. Dat je ook gewoon altijd de ambitie moet hebben om bij de hoogste... het hoogste niveau mee te doen en dat we daar nog een aantal jaren voor nodig zullen hebben om allerlei redenen. Dat geloof ik ook wel, maar de ambitie is daar om gewoon zo snel mogelijk weer aan te sluiten. In mei
van het vorige jaar spraken we ook met elkaar. Ik heb net even teruggekeken, het interview. En toen zei je ook, ja, laten we hopen dat de naam van Feyenoord ervoor gaat zorgen dat de hal weer wat meer gevuld is. Als ik dan de livestreams van jullie bekijk, dan is dat niet helemaal gelukt, denk ik. Nee, maar ja, succes zorgt voor vrienden. En wij hebben gewoon niet de successen geboekt. En je merkt het direct, hè, op het moment dat wij een succesje boeken, zit de zaal weer vol. En heb je twee slechte wedstrijden, dan lopen de mensen voortijds lopen ze weg. Wat dat betreft zijn ze net zo kritisch als in de Kuip. En dat snap ik, weet je. Je wil gewoon, je wil ergens bij horen. Je wil bij een winnaar horen, niet bij een verliezer. Dus wij moeten gewoon wedstrijden gaan winnen. En dan zit de zaal ook weer vol. Die wedstrijden winnen begint met plezier? Of win je, dan heb je plezier? Nou, we hebben voor onszelf nu met het team en met de staf drie belangrijke doelstellingen neergelegd. Het begint allemaal over uiteindelijk het als team doen. We maken afspraken met elkaar, die moet je nakomen. En als dat lukt, dan krijg je vanzelf weer plezier en energie. En dat zijn de drie dingen waar we op inzetten de komende week. En volgend jaar ook al bezig met nieuwe Amerikanen of Nederlanders of jeugd doorschuiven? Of zie je dat allemaal al? We gaan eerst zorgen dat we een coach hebben. En de coach zal ook zich willen buigen over zijn spelersmateriaal. Dus dan gaan we uiteindelijk samen met de coach die we hopelijk, ik denk, daar gaan we niet 3 maanden of 4 maanden mee wachten. Dan zit je alweer in het volgende seizoen. Dus we gaan echt heel snel naar een nieuwe coach op zoek. Is het voor jou verleidelijk om het zelf te gaan doen als je geen goede coach kan vinden? Ik vind het helemaal niet erg om nu tijdelijk op het veld te staan. Ik merk dat ik er heel veel energie van krijg. Ik merk dat de jongens het ook weer leuk vinden. Maar dit is niet mijn roeping. Voor de komende jaren, ik heb andere dingen die ik aan het doen ben. De club verder helpen vanuit de zijkant en niet vanop het veld. Amen.